terugzien in de slow-mo's. Ja. Kwam meer door met zijn boksen, kwam meer door met zijn trappen. Ladies and gentlemen, we have a winner of this match. And the winner is from the Red Corner, Hassan. En papa is de beste. En papa is Hassan El Hamzawi. Opnieuw een overwinning voor Hassan El Hamzawi. En die was niet geheel onterecht, denk ik, hè? Nee, dat was zeker, terecht. Hij heeft het netjes gevochten. Af en toe was het wat rommelig. Als hij draaitrappen miste, hij soms wel eens. Maar hij heeft het gewoon goed gedaan. Ja, die draaitrappen is echt een specialiteit van hem. Is dat moeilijk te verdedigen? Het is soms moeilijk te verdedigen. Vooral als je hem in een combinatie maakt. Eerst een paar stoten om je af te leiden. En daarna meteen die draaitrap. Kan het soms heel moeilijk te verdedigen zijn. Is dit een jongen waar we in de toekomst nog veel van mogen verwachten? Ik hoop het wel. Ik hoop dat hij aan ontwikkeling door blijft gaan. Want hij doet het goed. Dus ik hoop dat we hem in de toekomst nog mooie draaitrappen zullen zien maken. Prachtig. Ja, ja. Dit zagen we in de wedstrijd gelukkig ook een paar keer van hem. Maar toen raakte hij ook al veel lucht. Nu ook. Maar dit is lekker voor het publiek. Zijn publiek. En waarom doet hij dit dan allemaal? Tja. Het toetje bewaren we natuurlijk voor het laatst. Straks nog twee partijen. Frederik Sinistra tegen Badr Hari, die echt op zoek is naar revanche na twee nederlagen op rij. En uiteraard het wereldtitelgevecht tussen Gago Drago en Murat Direcci. Graag tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door It's Showtime. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door It's Showtime. De volgende partij die we voor hebben gaat tussen Frederik Sinistra, de beste zwaargewicht van België, en Badr Hari. Een schitterend affiche. Voor de Belg is het een mooie gelegenheid eindelijk eens te laten zien wat hij nou echt kan. En van Badr Hari is het verhaal bekend. Hij verloor de K1 Grand Prix finale van Remy Bojanski en daarna ook nog een keer van Alistair Overeem na een knock-out. Tijd voor revanche. Het is een hele onbekende vechter, dus weinig belt van, weet je. En weinig dingen van waar je zeg maar op kan bestuderen. Dus we beginnen een beetje aftasten. Ja. Dus we springen eigenlijk gelijk in het diepe zonder dat we weten eigenlijk weet je, hoe het in elkaar zit. Dus het is even aftasten de eerste minuut en dan gaan we kijken hoe we de boel gaan aanpakken. En dan gaat hij neer. Dat is wel de bedoeling. Representing Belgium, please welcome Frederik Sinistra. Frederik Sinistra is 28 jaar, 1,85 meter en hij weegt maar liefst 108 kilo. Heel veel knockouts op zijn naam en dus een thuiswedstrijd voor hem hier in Antwerpen. Maar ja, wat telt is dat hij het moet opnemen tegen die man die we allemaal kennen. His opponent, fighting out of the red corner, representing Morocco with a total of 18 fights, 13 wins and 12 knockouts. Please welcome Badr Golden Boy Hari! Ja, wordt hier opgeladen, opgepept door zijn trainingsmaat Melvin Manouk. Hij maakt nu zijn entree naar de ring en het publiek gaat helemaal uit zijn dak. Het is één grote gekhuis hier in Antwerpen. Frederik Sinistra tegen Badr Hari is een partij waar vele fans voor naar de Lotto Arena zijn gekomen. Golden Boy Badr Hari is het grootste talent dat er is, maar hij verloor twee partijen op rij. Hij is op zoek naar eerherstel en dat moet dan gebeuren tegen de sterkste Belgische zwaargewicht, Frederik Sinistra. Een heerlijk duel om naar uit te kijken. In deze misschien wel mooiste partij van de avond. Badr Hari met de eerste actie. Goede trap op de lever direct. Badr die natuurlijk op zijn hoede moet zijn voor die harde stoten van Sinistra. Ja, dat is het gevaar hè, van Sinistra. Hij stoot erg hard. Maar Badr is natuurlijk de ervaren man. De man met het overzicht. En de torenhoge favoriet hier. Loeren. Waar valt een gaatje? Knijter harde low kicks, ja, blokt ze niet. Als hij dat nog drie keer doet, dan kan hij naar huis, Sinistra. Als je die low kicks niet gaat blokken, dan kan je wel stoppen.
Dat moet Barre toch ook... Ja, dat weet ik wel. Eerst op Soerder voor de stoten. Ja, weer zo'n lang pik. Ja, heel hard. Mooie knie. Ja, doet in het begin houdt hij een beetje die... nog niet zoveel die druk erop, omdat hij weet natuurlijk dat Sinistra goed is met zijn stoten. En houdt een klein beetje afstand en scoort goed met zijn low kicks. Sinistra die loert. Die weet dat de puntoverwinning uitgesloten is voor hem. Die alleen maar loert op die ene stoot. En dan mag Sinistra de Punisher heten. Hij krijgt hier straf van Badr Hari. Aangemoedigd Badr Hari door heel Antwerpen, zo lijkt het. Ja, Sinistra die nu, oei, probeert de hoeken te snijden. Oh, daar gaat hij. Goeie en actie. Hij blijft liggen. Die harde rechts. Oh, die was hard. Ja, insinueert achterkant van zijn hoofd. Dat was absoluut gewoon een correcte stoot. Afgelopen. En een keurige overwinning voor Badr Hari. Badr Hari doet wat hij hier is komen doen. Scoren. Knockout. Eerste ronde. Badr Hari. En het publiek op de banken. Het publiek krijgt zijn zin. Het was niet op zijn achterhoofd. Kijk maar. Ongelooflijk, zeg maar. In de eerste ronde. Ja, wat een power, hè.